Oké, ik ben terug volop bezig met de kabinet. De zo goed als definitieve inrichting ervan, eigenlijk de inrichting waarmee dat ik ga keuren. En ja, ik ben een beetje van alles tegelijk aan het doen. Ik ga jullie proberen laten zien wat ik aan het doen ben. Heb je dat probleem ook als je iets moet doen dat je zo bijna niet weet waar je moet beginnen en dat je op den duur meer bezig bent met nadenken van wat eerst te doen, dat je uiteindelijk bijna niks gedaan hebt. Ik heb dat continu. Ik ga even overlopen wat ik aan het doen ben. Zoals je ziet ligt daar een lattenbodem klaar, daarover zo dadelijk meer. Het heeft gesneeuwd ook, zoals je kunt zien. Ik ben hier in mijn garage aan het werken. Maar ik ben hier bezig in mijn kabinet. Dus misschien beginnen bij de stoelen. Wat je ziet, ze staan op dit moment anders opgesteld. En dat is wel... Wacht, ik ga hier even een deur openzetten. Zo kun je het goed zien. Dus de stoelen staan nu tegenover elkaar. Ik heb nog een derde stoel ook, die daar komt te staan. Dus je hebt dan drie zitplaatsen hier. En hier tussenin moet er een tafeltje komen. Maar doordat die stoelen zo staan, heb je natuurlijk achteraan veel minder ruimte. Ja, als je dat geluid hoort, dat is het sneeuw van het dak dat aan het smelten is. En door die regenbuis valt. Over rustgevende geluiden gesproken. Maar dus zodra ik die zo opgesteld heb, kan dat gelijk hoe opstellen. Ik kan het altijd wisselen. Maar ik ga denk ik voor de keuring, zou ik zeker drie zitplaatsen achteraan gekeurd willen krijgen. Eén wegnemen kan altijd, maar één bij krijgen is altijd moeilijk. Dus ga ik ze zo opstellen, daar een tafeltje tussen. Het tafeltje moet ook voor de keuring trouwens. Hè. En dan heb ik, doordat ik die stoel nu verder naar achter kom, heb ik eigenlijk hier van achter niet meer genoeg ruimte, geen 2 meter niet meer, om in de lengte te slapen. Dus ga ik mijn lattenbodems, ik had u beloofd van erop terug te komen, daar ligt de lattenbodem, of een van de lattenbodems, dat zijn lattenbodems van IKEA, 2 meter op 70 centimeter. Dus ik zal die een klein beetje inkorten, zodat ze in de breedte passen. Ik heb het al opgemeten, en dus van dallatje tot dallatje. En ik moet ze inkorten op, ze zijn 1,98 meter, ik moet ze inkorten op 1,88 meter past hier net tussen. Ik heb er net gepast met een stuk hout, dus 1,88 meter past hier net tussen. Dus ik zal die subiet, die lattenbodem inkorten op 1,88 meter. En dan kom ik maar 1,40 meter ver. Dan kom ik hier ergens uit, wat dan genoeg ruimte heeft achter die stoel. Plus dat ik dan zelf ruimte heb, als ik daar, dat is het volgende, als ik daar kasten onder plaats, dat ik mijn laden zo nog kan openen. Dus nu ga ik die lattenbodem inkorten, dat ik die hier tussen kan leggen. Dat is vrij eenvoudig, dat is gewoon, die zit hier vast, er zitten zo wat tussenstukken. Hier ene, in het midden daar is ene, hier. En op het einde ene. Dus die maak ik los, dan zag ik die latten in. Ze zijn wel waar, ze 1,98 meter, pak ongeveer 10 centimeter aan elke kant eraf, dat ik op, denk dat ik hieruit kom. Ze. Dus dan boor ik nieuwe gaten om de dien hier vast te zetten. Aan de andere kant ook, die middels kan blijven zitten. Maar ik ga hem volledig demonteren. Allee, toch... volledig demonteren, dat ik dat onder de... Daar die zaagmachine kan zetten. Dat ik ze schoon kan afzagen. Dus dat ga ik eerst doen, die lattenbodems inkorten. Ah ja, had ik dat eigenlijk al laten zien. Dus ik heb nog een probleem met die stoelen trouwens. Hier heb ik dan die gaten allemaal dicht gedaan. Hè. Het is niet zo goed zichtbaar. Maar ik heb nu gezien. Die stoel gaat er vrij vlot in. En je ziet hier... Of je ziet het niet. Hier zitten ze van die plastieke rondellen. Die eigenlijk maken als je die stoel losmaakt, dat die op die rondellen schuift op die aluminiumrail. Maar ik heb al ontdekt dat bij die stoel een van die rondellen ontbreekt. Dus zelfs dat is blijkbaar niet in orde. Kak. Dan moet ik met die mannen wel even bespreken dat ze mij op zijn minst dat rondelletje kunnen bezorgen. Ik kan natuurlijk heel makkelijk zelf plastic rondelletje kopen. Maar ik heb dan een paar keer gezegd, als je voor zoveel geld
zo'n systeem koopt, wil ik wel graag dat het in orde is. Dat is eerste werkjes. Daarmee zit de lattenbodem dus terug in elkaar. Nu, als je goed opgelet hebt, heb je volgens mij gehoord dat ik er in totaal ongeveer 10 centimeter moet afdoen. En dat ik zei dat ik aan elke kant 10 centimeter ging afdoen. Ja, dat is natuurlijk niet correct. Dus ik was al begonnen met aan de ene kant 10 centimeter af te doen. En dan besefte ik dat ik eigenlijk aan elke kant ongeveer 5 centimeter moest afdoen. Dus ja, een beetje een domme fout, maar het is gebeurd. Dus je ziet hier... heb ik eigenlijk al te veel afgedaan. Maar ik heb dus hier 10 afgenomen, waardoor dat ik mijn latje hier niet meer van boven kon vastzetten, omdat die ribbers daar in de weg zitten, maar gelijk dat middelste latje hem ook van onder moest vastzetten. Dat heb ik gelukkig, voordat ik erdoor zat, wel beseft. En gecorrigeerd, dus die zit van onder vast, die lat. Plus dat ik hier ook nu niet veel speling niet meer heb. Kan zijn dat ik die nog een beetje moet verzetten. Zo. Want dat zou eigenlijk in slots moeten komen op de zijkant. Hè. Maar we zullen zien. Dus vandaar tot daar. Ja, sorry voor de BMD-zakken. Is nu dus een meter 88. Maar ik had dus eigenlijk hier 5 moeten afdoen. En dat laat je naar hier verzetten. We gaan eens passen. Hè. Kijk, hier zie je een klein beetje wat ik bedoel. Dus dat is zo'n tussenschot. Zo. En die lattenbodem rust daarop. Dus het feit dat die daarop ligt, die kan, zo kan die niet weg. Omdat die te even breed is als de ruimte van de kabinet zelf. Er komen nog hier latjes die een beetje hoger zitten, zodat hem ook in die richting niet weg kan verschuiven. En dus dat tussenschot... komt hier. Op dezelfde manier komt er daar een tussenschot. En dan heb ik hier 2 grote kasten. En dat is dus die lattenbodem. Je ziet het, hè. Dat ik verkeerd afgezaagd heb. Nu, ik heb al gezien, dat zit daar gewoon opgeniet. In het slechtste geval. Als ik een keer tijd heb, kan ik die allemaal verschuiven. Die is ook al gedaan. Dus dan heb ik aan alle tweede kant nog weer die ruimte over. Dat is beter. Maar ja, kijk. Missen is menselijk, hè. Vandaar moet je dus 2 keer meten en 1 keer zagen. Ik heb 1 keer gemeten, gezaagd. En nu mag ik het nog een keer opnieuw doen. Hè.